Hoi, ik ben Colleen en in de komende weken neem ik jullie mee in mijn zoektocht naar een gezondere levensstijl. Want na sporten en gezond eten zijn er nog veel meer dingen die je kunnen helpen om fit voor de dag te komen. Wat die dingen zijn, dat zie je in de serie Vitamine SC. Oké, we staan hier voor Klaver en hier gaan we vandaag een stresstest doen. Want ja, we kunnen nog er goed uit willen zien of gezonder gaan eten, maar zolang je echt stress hebt, is dat natuurlijk ook helemaal niet goed voor je gezondheid. En nu heb ik zo vermoeden dat ik best wel wat stress heb. Dus ik ben heel benieuwd wat we gaan zien als we dat gaan testen. En of ik inderdaad daar wat mee moet gaan doen met die resultaten. Gaat het gaan? We zijn vandaag hier omdat we een ik ga een stresstest doen. Wat moet ik doen om erachter te gaan komen wat die levels zijn? Nou, het is een heel handige test, want je kunt het zelf doen. Het gaat via speeksel, dus iedereen die bang is voor bloed heeft er ook geen last van. Het zijn buisjes die je gewoon vult met een rietje en dat kan eigenlijk overal. Dus of je nou op kantoor bent of thuis of wherever, je zet het er gezellig uit en je spuugt erin. Ja joh. Oké, okay, nou. En dit is voor één dag hè? Ja, dit doe je op één mensen. Dag. Nou leuk, spannend. Ja. Gaan we doen. Good luck with it. Oké. Klaver, vandaag gaat Stephanie mij vertellen wat de uitslag van de stresstest is. Nou, natuurlijk ben ik heel erg benieuwd, want ik heb al wel een beetje een idee. Ik denk wel dat er misschien wel uitkomt dat ik, dat ik wel wat stress heb, maar hoeveel dat is, dat weten we nog niet. Dus daar gaan we zo achter komen. Thuis Stephanie, daar zijn we weer. Ja. Moment van de waarheid. Hoe is het gegaan? Goed. Het is in ieder geval gelukt. Het is gelukt, daar was ik wel blij mee, want het was best wel... Het kwam er best wel nauw op aan natuurlijk wanneer je de testjes doet en dat bracht wel een beetje ongemakkelijke momenten met zich mee. Gewoon een spiegel. Zo moest ik in de trein ook in een buisje spugen. Oh god, oh god. Ja, we hebben de uitslagen voor ons. Wat je misschien zelf kan zien is dat jouw cortisol op een bepaald moment in de dag echt de bocht uitvliegt. Dus dan blijkt wel uit dat ik inderdaad wel wat stress heb. Ja. Oké, maar is het ook iets waar jij, zeg maar, schrik jij je van of zeg je van nou, er is wel wat stress, maar... Nee, je zit nog wel een soort van binnen de grenzen, maar het is wel een waarschuwingsbeeld. Oké. Een klein waarschuwing. Wel een beetje moeten nu een alarmbel gaan rinkelen. Een licht alarmbelletje, ja. Dat er wel wat voor aan het gaan veranderen. Ja. Proost. Ja, hoe was het eigenlijk? Het is toch best wel een beetje shocking. Ik weet al dat ik stress heb en ik weet al dat ik meer moet gaan ontspannen. Maar ja, als dan iemand zegt van ja, let wel een beetje op en je zit er wel een beetje tegenaan. Dat is voor mij wel een motivatie om misschien toch een keer naar yoga te gaan. En anders gewoon wat zij zegt, misschien lekker wat meer te gaan Netflixen of wat meer vrije tijd in te plannen. Want ja, een burn-out, dat wil natuurlijk echt niet. Ja, oké. Nou, meer relaxen. Minder stressen dus en meer ontspannen. Dat moet wel gewoon lukken. Volgende week werk ik mezelf in het zweet tijdens een bootcamp van Thomas. Jawel, niemand minder dan Leider Thomas gaat mij uitleggen hoe ik aan die felbegeerde summerbody kom. Kijk je mee?